In dit filmpje richten we ons op de elektronische voeding. En je ziet er een afbeelding van. Je kent hem misschien wel uit een laboratorium om metingen te verrichten. En we bekijken verschillende dingen van dit apparaat. Waarom willen we eigenlijk een elektronische voeding? We kijken naar typische eigenschappen. We bekijken het blokschema en het vervangschema. En dan gaan we in op het eerste stapje in zo'n voeding, de nettransformator. We bekijken verschillende principeschema's en ik wijs je nog wat bronnen aan. Waarom zou je eigenlijk een elektronische voeding willen? Want je kunt zeggen, ja, ik kan voeden uit het net. Misschien zet ik er een trafo tussen om de spanning wat lager te krijgen. Ik kan voeden met batterijen en ga zo maar door. Dus er zijn wel verschillende mogelijkheden. Maar die elektronische voeding heeft toch wel hele speciale eigenschappen die we nodig hebben om apparatuur te testen. En om apparatuur ook goed te laten functioneren. In ieder geval begint dat met een hele stabiele spanning die uit die voeding komt met een minimale rimpel. Als je apparatuur goed wil laten functioneren, dan begint dat met een goede voedingsspanning. Vergelijkbaar met een afstandsbediening waarvan je denkt die werkt niet lekker, ja, dan begin je eerst met het vervangen van de batterijen waarschijnlijk. Verder kun je met zo'n voeding de spanning en de stroom regelen en dat is natuurlijk reuze handig. Dus dat maakt zo'n voedingsapparaat universeel inzetbaar voor allerlei typen schakelingen. Het heeft een lage inwendige weerstand, daar kom ik zo wel eventjes op terug, maar hoe lager hoe beter. En het apparaat is kortsluitvast en is ook gezekerd tegen overbelasting. Dus je kunt met zo'n apparaat doen wat je wil, je kunt het aansluiten hoe je wil. In een schakeling, hij kan eigenlijk nooit kapot. Nou, dat is bij een batterij of bij een trafo natuurlijk anders. Een voorbeeldje van een elektronische voeding. Deze komt gewoon van een leverancier. Zo zien die dingen er ongeveer uit in de praktijk. En dan krijg je daar een hele datasheet bij met allerlei eigenschappen. Dit is een Delta voeding, een bekend merk uit dit vakgebied. Even inzoomen op verschillende specificaties die dat ding heeft. Heel typisch is voor zo'n voeding een very low output ripple and spikes. Dat betekent dus dat er heel weinig storingen zich bevinden op het uitgangssignaal. Protected against all overload and short circuit conditions. Dat ding is dus volledig gezekerd, kan gewoon niet stuk gaan. En als je kijkt naar de specs uitgedrukt in getallen, dan kunnen we eens kijken welke daarvoor interessant is. Nou, de regulation is interessant. Dus als er aan de uitgang iets verandert in de belasting, hoe snel kan deze voeding dan weer terugregelen naar zijn ingestelde waarde? Nou, dat is de regulation is 5 millivolt, waarbij de belasting 100% varieert. Dus dat is een hele kleine variatie in de uitgangsspanning bij een hele grote variatie in de belasting. De recovery time is ook belangrijk. Als je de belasting 50% laat variëren, dus van 50 naar 100% belasting, dan heeft dat apparaat daar 100 microseconden voor nodig om de waarde op de uitgang te herstellen. Nou, even een voorbeeldje. Stel dat je de voeding hebt ingesteld op 10,0 volt en er hangt een belasting van 100 ohm aan en je maakt die belasting in één keer 50 ohm, dus je halveert de waarde. Dan duurt het 100 microseconden voordat die voeding weer die exacte waarde van die 10,0 volt heeft teruggevonden. Het blokschema van een elektronische voeding. Het is handig om in blokschema's te praten, omdat we daarmee een groot gecompliceerd systeem kunnen terugbrengen naar behapbare eenheden. Nou, zo'n elektronische voeding ziet er standaard zo uit. Het bestaat eigenlijk standaard uit 4 blokken. Op deze manier. En een elektronische voeding begint natuurlijk met netspanning. Dus die teken ik hier, 230 volt, 50 hertz. En de eerste stap is dat het signaal naar beneden moet worden getransformeerd naar een waarde waarmee dat apparaat echt wat kan doen. De tweede stap is dat het signaal wordt gelijkgericht. Daar gebruiken we gelijkrichtdioden voor. De derde stap in het blokschema
is dat het signaal moet worden afgevlakt. Daarvoor gebruiken we speciale condensatoren. En de vierde stap is dat het signaal moet worden gestabiliseerd. En daarvoor gebruiken we speciale IC's. En dan hebben we hier de uitgang plus en min. En dat is het volledige blokschema van de elektronische voeding. Het vervangschema, oftewel het elektrisch equivalent, dat ziet er als volgt uit. Die voeding die kun je beschouwen als een gelijkspanning. En die gelijkspanningsbron die heeft een uitgangsklemmen. En deze stippenlijn betekent dat is de behuizing van de voeding zelf. Wat ik hier getekend heb is een ideale voeding, een ideale spanningsbron met een plus en een min. En dit zijn de uitgangsklemmen van diezelfde bron, waarbij ook een plus en een min staat. Dus een ideale bron, want je ziet dat de uitgangsweerstand van deze bron 0 ohm bedraagt. Dit is een bron die feitelijk onmogelijk is om te realiseren. En het echte vervangschema van een elektronische voeding ziet er zo uit. R out plus min. Met de behuizing die daarbij hoort, plus, min, en dat is het feitelijke vervangschema voor die voeding. Je ziet dat er een uitgangsweerstand is getekend nu, en hoe lager deze uitgangsweerstand is, hoe beter de voeding zal presteren. En elektronische voedingen zijn in staat om een hele lage uitgangsweerstand te creëren op elektronische wijze. Dus dit is het werkelijke schema waarmee je in de praktijk werkt als je het hebt over voedingen. En dit ideale schema, dat kunnen we gebruiken om berekeningen te maken waarbij die uitgangsweerstand niet zo'n grote rol speelt. Nou, dan gaan we even in op de nettransformator. Daar had ik het net al even over. Dat is de eerste stap waarbij je zorgt dat de netspanning wordt verlaagd naar een waarde die een beter niveau heeft voor het verder realiseren van deze voeding. 230 volt, daar begint het natuurlijk mee. Dat is de netspanning en dat is een gevaarlijke spanning. Dus alles boven de 50 volt is potentieel gevaarlijk. Dus daar moeten we ook zo snel mogelijk van af. En zo'n trafo die ziet er symbolisch zo uit. Dit is het symbool voor een trafo. En afhankelijk van de verhoudingen van deze twee spoelen komt hier een bepaalde spanning uit. Nou, stel dat je een verhouding hebt van 10 op 1. Dan komt hier een factor 10 minder spanning uit en dat is 23 volt. Let op, dit zijn allemaal effectieve waarden, want er staat hier geen index bij. Er staat niet bij top, er staat niet bij top top. Er staat ook niet bij effectief. Maar als er effectief bij staat, is het natuurlijk effectief. Als er niets bij staat, is het ook altijd de effectieve waarde. Dus zo ziet er dat ongeveer uit. Vaak is het zo dat we te maken hebben met een trafo waar meerdere secundaire spoelen in zitten. Primaire spoel, secundaire spoel. Dus dat ziet er bijvoorbeeld zo uit. En die secundaire spoelen die kan ik combineren, die kan ik in serie zetten of parallel, afhankelijk van wat ik daarmee zou willen. Het is belangrijk bij de spoelen dat we aangeven de wikkelzin, zoals dat heet. En dat is de constructie van de spoel zelf. Je zou kunnen zeggen, als de netspanning hier omhoog loopt, dus in het begin van het signaal, dus hier ergens, dan is het zo dat op dit punt de spanning ook omhoog loopt en dat op dit punt de spanning ook omhoog loopt. En dat betekent dus dat hier de spanning omlaag loopt en hier de spanning omlaag loopt. Nou, dat kun je wel aantonen met meetapparatuur en in een schema geven we dat aan met deze punt. En we noemen dat de fasekant van de spoel. Nou, als we deze spoelen gaan koppelen, die secundaire spoelen, dan kan dat dus op twee manieren, zoals ik al zei, serie of parallel. En dat ziet er als volgt uit. Ik zal hem eerst in serie zetten. Dat betekent dat ik hier een draad aansluit en hier. En dat ik deze twee dan combineer. En dan heb ik hier de uitgangsspanning waarmee ik verder die voeding kan realiseren. Stel dat dit een spoel is van 12 volt. En ze staan op deze manier in serie. Dan staat hier 24 volt. Een andere manier van koppelen
even hier staan. Is deze ook in serie. Nu staan de spoelen ook in serie, ook weer spoelen van 12 volt. En nu zie je dat de spoelen in tegenfase zijn aangesloten. En hier komt 12 min 12 is 0 volt uit. Dat kun je ook gewoon zo aansluiten, er gebeurt helemaal niets. Dat betekent niet dat er kortsluiting is. Maar het betekent dat de sinussen die hier opgebouwd worden in die velden, die zijn tegengesteld gericht en die zullen elkaar dus uitdoven. Serie-serie, of met een net woord serie-antiserie, omdat je hier de fase verkeerd hebt aangesloten. Dan gaan we naar de parallelschakeling. Ook weer met de faseaansluiting. Nou, dat betekent dat ik op deze manier de spoelen parallel kan zetten. En als ik nu twee spoelen heb van 12 volt met een vermogen wat ze kunnen leveren van 1 ampère, dan staat hier ook 12 volt, maar wel met een vermogen, een maximale stroom van 2 ampère. Moeten we ook even teruggrijpen naar deze tekening, want hier heb ik niet gesproken over maximale stroom. Dus dit zijn ook spoelen van 12 volt 1 ampère. En die 1 ampère betekent dat de spoel 12 volt bij 1 ampère kan leveren, maximaal. Dat betekent dat ik hier 24 volt heb, maar nog steeds 1 ampère. En hier heb ik 12 volt 2 ampère. Dat is serie en parallel van spoelen. En op deze manier worden de trafo's dus gebruikt om voedingen te realiseren. Nou, bekijken we een paar schema's waarin je verschillende van die dingen kunt terugvinden. Hier zie je een schema van een elektronische voeding. En je ziet hier ook duidelijk terug het blokschema. Het enige wat hier niet getekend is, is de trafo, maar die zit hier. Dus dit is de secundaire spoel, die komt hier de voeding binnen. De gelijkrichting met dioden. De afvlakking met de condensator. En de stabilisatie met een specifiek IC. Ander schemaatje waar je het ook duidelijk in kunt terugvinden. Ik zal hem even omcirkelen. De trafo. De gelijkrichter, dat is het tweede blok. De derde blok is de afvlakking. En de vierde blok is de stabilisatie. Dus op die manier kun je die blokken heel erg gemakkelijk terugvinden. Van die trafo's kunnen we ook een simulatie maken. En dan gaan we even naar Jenka. En daar heb ik een klein schemaatje gebouwd op basis van een trafo. En we kunnen heel gemakkelijk in zo'n simulatiepakket daar een beetje mee spelen om te kijken hoe dat reageert. Nou, ik heb gekozen voor een functiegenerator, dat is een wisselspanningsbron. Ik heb gekozen voor een trafo, die komen hier allemaal uit de bibliotheek. Dus hier zie je de functiegenerator. En de transformator staat onder de passieve componenten, transformator. En hier is een voltmeter, die komt uit dit bakje meetinstrumenten. We kijken even naar wat voor spanning hier is ingesteld. Rechtermuisknop eigenschappen. Hier is een spanning ingesteld van 325 volt topwaarde. En dat is dus een 230 volt netspanningssignaal. Het is sinusvormig en het heeft een frequentie van 50 hertz. Dus hier hebben we de netspanning nagebootst. Ik heb een verhouding ingesteld van 100 staat tot 10. En dat betekent dat er een factor 10 minder spanning uitkomt aan de secundaire zijde en dat is 23 volt effectief. Ik ga even naar de eigenschappen toe. Ik heb hier namelijk aangeklikt de RMS-waarde meten en RMS is een ander woord voor effectieve waarde. Het staat voor root mean square. Dus die moet je wel altijd aanzetten en dan meet hij de effectieve waarde. Nou, hartstikke mooi. Ik heb een basisschemaatje gebouwd en nu kan ik hier een beetje mee spelen. Dus stel dat ik hier 100 windingen van maak. Dan zie je dat er inderdaad weer 230 volt uitkomt. Dus dit is een transformatieverhouding van 1 op 1, of van 100 op 100. Als ik hier 1 van maak,
dan komt er 2,30 volt uit. Dus een factor 100 minder dan de spanning die erin gaat. Je kunt ook andersom werken. Bijvoorbeeld op deze manier. Nou, hij loopt helemaal uit zijn kastje. Hij kan het niet eens aangeven. Zoveel spanning komt eruit. Oh, dat lukt hem ook even niet. Misschien dat dit nog wel lukt. Ah, dat is interessant. Hij kan niet goed optransformeren. Een transformator kun je in twee richtingen gebruiken. Je kunt de spanning omlaag transformeren naar beneden. Maar je kunt hem ook optransformeren. Nou, ik moet ervan uitgaan dat hier staat 2298 volt. Dus hij kan wel een beetje opwaarderen. En ik heb nu een factor 10 opgetransformeerd. Dus 230 volt wordt ongeveer 2300 volt. In de praktijk werkt dat overigens ook. Nou, voedingen zijn natuurlijk ontzettend veel gebruikte schakelingen in de praktijk. En het hele internet staat er ook vol van. Ik heb hier een voorbeeld neergezet dat heel erg bruikbaar is om de voeding te bestuderen. Je ziet daar tal van voorbeelden van uitgewerkte voedingen. En de link staat erbij, dus kijk daar eens voor meer informatie en praktijkvoorbeelden. Dat is het einde van dit onderdeel.